Naar aanleiding van de verscherpte COVID-19-maatregelen heeft de overheid besloten de markten te sluiten. Marktventers brengen nu langs de straat hun waar aan de man. De communicatiedienst Suriname heeft omtrent deze ontwikkeling een gesprek gehad met marktmeester Danhai. Goedemiddag kijkers, iedereen. Goedemiddag voor jullie ook. Welkom. Ik ben blij dat jullie hier op de markt zijn en mij en de standhouders, de marktventers ook het bericht sturen naar de regering toe, naar de COVID-management team ook, hoe de markt nu, hoe de markt gesloten is en wat er voor de markt gebeurt. Laten we zo beginnen. 9 april, dat was vrijdag in de avonduren, heeft de COVID-management team een besluit genomen om alle markten te sluiten, omdat er nu de derde golf aankomt en men is voorzichtig gaan geweest om toch alle markten te sluiten. Wanneer er besluiten worden genomen ook door de regering, is het niet zomaar dat men overgaat tot een besluit. Men overweegt en wanneer men ziet werkelijk dat er de besmetting omhoog gaat en wanneer men ziet daadwerkelijk dat de derde golf er komt, dan wil de regering ook de mensen beschermen, vooral de marktventers, de bezoekers ook. En het besluit wat de regering heeft genomen, ik denk van dat ook een van de redenen is om de mensen van de markt te beschermen en de bezoekers ook. We hebben sinds de eerste sluiting van de markt hebben we al protocollen gehad van de minister, van de regering, om hoe ik de markt moet openstellen. We hadden ook een training gevolgd door het team van de minister, van COVID-team, de Mohana. Dus we waren al ready om de markt open te stellen. Zo is de markt opengesteld. Dat was de eerste keer toen de markt was gesloten. Dus je ziet het protocol bij de markt voor de poorten. Er waren wasbakken gezet bij de poorten, zodat de mensen hun handen konden wassen. Mondkap aan, verplichte mondkap. Mensen werden gescand. En er waren duidelijk teken op de markt hoe ze die mensen moesten begeven in de markt. Het was duidelijk een ingang en een uitgang. Dus het was een directe verkeer in de markt. Dus we hadden de hele situatie van de markt ingericht, zodat mensen niet op elkaar moesten lopen. Maar er is weer een besluit genomen om de markt te sluiten, dus we kijken er naar uit. Vrijdag was er een clusterteam van de COVID-management team gekomen op de markt om te oriënteren en te kijken naar een oplossing. We hadden een oplossing met de DC gesproken, dat was gedeeltelijk de markt openstellen, dat was de ringweg, poort tot poort, waar de openlucht is. Dat hadden we al voorgesteld aan de regering. Vrijdag was de cluster management team hier op de markt en we hebben gesproken. Ze hebben ook een rapport gemaakt en ze gaan het sturen voor de minister en kijken of we toch gedeeltelijk de markt kunnen openstellen. Dat is vanaf ingangpoort tot uitgangpoort, buiten gedeelte van de markt. En als dat opengesteld is, dan hebben we een hele grote groep binnen. Dat wil zeggen dat de groothandelaren die vroeg in de ochtend komen, die gaan direct in de markt komen. Al die mensen die vis en vlees verkopen, die komen direct ook in de markt. En een hele grote groep van de marktventers die voor de markt zijn, komen ook direct in de markt. De rest, het gedeelte van binnen en boven, die gaan we even kijken van hoe we verder met de minister op tafel zitten. En kijken hoe we dat gedeelte verder gaan openstellen.